Vanavond start de gemeenteraad. Ja. De burger zou de indruk kunnen hebben dat er in dat hele lange reces helemaal niks gebeurd is. Nou, een reces is echt geen vakantie. Het bedrijf draait gewoon door. Bijvoorbeeld de collegevergaderingen, de wethoudersvergaderingen zijn gewoon doorgedraaid. Wellicht niet allemaal op volle sterkte, want uiteraard nemen wij ook eens een weekje vakantie. Maar het is gewoon doorgedraaid. Zeker in verband met de zomernota, waar we natuurlijk verschrikkelijk veel werk aan gehad hebben. Dat kan gewoon niet dat je dan 6 tot 8 weken gesloten blijft. Dat werkt echt niet. Vanavond een rustige opstart met PMA? Ja. Een aantal onderwerpen op de PMA. Geen raadsvergadering uiteraard, want we moeten eerst een PMA... Daar moet het onderwerp besproken worden, dus het zal een beetje onzinnig zijn om nu met de raadsvergadering te bespreken. Daar hebben we echt niets. Is het nou inderdaad zo dat iets pas in de raad komt als het in de PMA uit ten treuren besproken is? Laat ik het zo zeggen. Er zijn bepaalde onderwerpen waar de partijen beslissen, en dat beslissen dus de raadsleden, dat er verder niet over gediscussieerd hoeft te worden. Dat wordt in het presidium besproken. Het presidium is een, heel simpel gezegd, bestuur van de gemeenteraad die beslist wat er op de agenda komt. Als die besluiten, nou, het is een onderwerp wat zich niet leent om over te spreken, komt het rechtstreeks in de raad en in de raad worden besluiten genomen. Normaliter wordt de technische en politieke discussie in de PMA, in de politieke markt, besproken. Daar komt dan voor de partij een standpunt uit. In de raad wordt uiteindelijk een stemverklaring afgegeven of een raadsdebat aangevraagd. En daar wordt gestemd en wordt het besluit uiteindelijk genomen. Een van de andere grote verschillen tot slot over dit lesje bestuurskunde. In de PMA kunnen mensen ook inspreken, hè, als ze willen. Klopt. Behalve op technische onderwerpen, maar zo gauw het politiek behandeld wordt, kunnen mensen inspreken. Iedereen die dat wil. Over wat hij maar wil. Nee, over het onderwerp. Ja, nee, snap ik. Ja. We staan aan het begin van het Apeldoornse parlementaire jaar, laat ik het zo maar eens zeggen, na een redelijk lang reces. Wat zijn uw prioriteiten, of voor uw partij de prioriteiten voor de komende tijd? De prioriteiten zijn natuurlijk dat we weer een gezonde balans krijgen. Dat Apeldoorn niet gevestigd is in het Nederlandse armenhuis. En de volgende prioriteit is dat onder wat voor omstandigheden ook de burger zijn recht krijgt wat hij nodig heeft. Dan hebben we 3 prioriteiten en die zijn breed hoor. De eerste is werk en inkomen. Wij vinden echt dat er een goed plan moet zijn, een pragmatisch plan, wat wij nu al aan het uitbedenken zijn. Wat doen we met al die mensen die in de WWB zitten, in de bijstand, de Wajong, de WSW, de Veluwa. Want daar gaat natuurlijk wel het een en ander gebeuren. Nou, een van de belangrijkste prioriteiten sowieso de komende periode is dat onze financiën weer op orde moeten komen. Wij zullen als VVD ook met de zomernota en met de meerjarenbegroting met een aantal voorstellen komen. Waardoor ook de lasten voor de burger niet omhoog hoeven. Daarnaast gaan wij onze aandacht over WMO, zorg, nog verder verscherpen. Er komt natuurlijk heel veel belangstelling op dit moment is er voor zorg. En we gaan dat scherp in de gaten houden. En het derde is, dat gaat eigenlijk om jeugd. Nou, dan kun je het ook weer breed zien. Dan heb je het over zwerfjeugd. Je hebt het over woningen voor jeugd. Dat is een groot probleem. Dat soort zaken kun je van ons verwachten. En daar gaan wij onze acties op richten. Maar het moet uit de breedte of uit de lengte. Klopt. Wat mogen we verwachten dan aan tegenvoorstellen? Nou, allereerst, het is natuurlijk heel raar als hier in het huis te veel geld uit wordt gegeven. En we zeggen we gaan bezuinigen. En als eerste gaan denken we gaan de lasten verhogen van de burger. Dus ons is dat geen bezuiniging. Dus we gaan kijken hier in dit huis hoe het anders kan. Hoe daar nog wat geld te verdienen is. En dat heeft niks met ontslagen van personeel. Het heeft puur kijken van hoe kunnen we anders wat slimmer aanpakken in het huis. Of misschien dingen niet meer hier doen, maar er iemand anders laten doen. Waarom moeten wij altijd alles doen? Even terug naar de eerste 2 prio's. Betekent dat ook dat u de messen slijpt over de komende zomernota? Want dat botst enigszins volgens mij. Nee hoor, dat hoeft niet te botsen. Kijk, dat zijn zaken, werk en inkomen, die gebeuren toch al. Het gaat om hele concrete toepassingen, ideeën die wij willen geven. Dat kan ook heel veel opleveren voor de gemeente. Omdat de messen op dit moment nogal stom zijn, is enige scherpslijperij wel op zijn plaats. Deze maand wordt de zomernota naar buiten gebracht. Met die nota wordt de financiële koers van Apeldoorn bepaald.
De gemeente moet de komende jaren een tekort van meer dan 100 miljoen euro wegwerken. Het is daarom te verwachten dat er meer bezuinigingen aankomen en dat de gemeentelijke belastingen verhoogd worden.